Goedendag, welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar een aantal oefenopgaven voor hoofdstuk 3-4, um, het hoofdstuk over licht voor VWO 3. Um, daarbij heb ik een aantal oefenopgaven gemaakt en ze lijken allemaal heel erg op elkaar, maar toch begin ik gewoon bij nummertje 1 en dan gaan we langzaam maar zeker zien dat er heel veel verschil tussen zit. Uh, een lens heeft een brandpuntsafstand van 50 Millimeter. Het voorwerp staat op 100 mm. En dan is de eerste vraag: bereken de plaats van het beeld. Nou, met standaardformules 1 gedeeld door f is 1 gedeeld door v plus 1 gedeeld door b. kunnen we met domweg invullen al een heel eind komen. Want ik vul de 50 en de 100 in. Um, dan kun je je natuurlijk afvragen, ja maar moest dat nu niet in meters? Uh, in meters is misschien wel mooier, maar in meters werken heeft alleen maar nut. Als je daarna een lenssterkte wil hebben in dioptrie. In alle andere gevallen, yeah. zelfde eenheden is goed genoeg. Goed, 1,50 is 100ste plus 1 gedeeld door B. Degene die wat sneller zijn met rekenen met breuken zien natuurlijk meteen dat B 100 moet zijn. Maar ik ga die alsnog heel even hier bewijzen. Dus dan krijgen we eigenlijk dat je hebt uh, 1 vijftigste is hetzelfde als 0,02. 1 honderdste is 0,01. 1 gedeeld door b blijft 1 gedeeld door b. Dus we kunnen het herschrijven naar 1 gedeeld door b is uh, 0,02 min 0,01... Dus 1 gedeeld door b is gelijk aan 0,01. Nog steeds geen grote verrassingen. Dan voor de mindere rekenwonder zonder ons hebben we natuurlijk nog ezelsbruggetjes. Al 6 gedeeld door 2 is 3. Dus dan kunnen we daar dingen omwisselen. En met omwisselen bedoel ik de 2 staat op de plaats van de b. Dus als ik nu b wil berekenen, moet ik iets hebben dat met 6 gedeeld door 2 klopt. 2 is 6 gedeeld door 3. Ik heb geen idee waarom dit zo lang duurde. Um, dus B is 6 gedeeld door 3. En dan komen we uiteindelijk uit op B is um, 1 gedeeld door 0,01. Dus B is 100 mm. Dit is vraag A. Dan is vraag B: is dit beeld virtueel of reëel? Nou, een virtueel beeld kun je herkennen aan dat er een negatieve waarde voor de B staat. Een reëel beeld is positief, dus dit beeld is reëel. Ik zal het maar heel eventjes opschrijven. Um, dan hebben we vraag C: bereken de vergrotingsfactor. De vergrotingsfactor, de makkelijkste manier is zeggen: n is b gedeeld door v, beeldafstand gedeeld voorwerpafstand. In dit geval is dat dus. b gedeeld door v. Um, nou, wat leuk. Uh, b is 100 mm. v is 100 mm. Dus de vergroting die we hebben is. 1. Ja, weinig over te doen. Het moet dus precies even groot zijn. Dan is de laatste vraag nog: bewijs al deze antwoorden met behulp van een tekening. Nou, die tekening die zal ik nu een keertje hier op de computer maken. Ik wil hem best in vervolg dingen ook nog wel maken. Um, op een stukje papier. Maar basis 1 is: laat maar zien dat je dit gewoon normaal kan en dan hebben we natuurlijk de brandpuntsafstand is 50 mm. Ik zet gewoon even letterlijk de getallen erbij. Dan heb ik hier ook een brandpunt op 50 mm en dan heb ik op 100 mm heb ik een voorwerp. Dan teken ik hier een voorwerp en als alles zou moeten kloppen, dan krijg ik dus met behulp van de twee standaard lijnen één door het midden van de lens. Die onveranderd verder gaat, een die loodrecht op de lens komt. En hier verder gaat een beeld dat staat op 100 mm. Nou ja, als we zeggen dat dit 50 is, dan is natuurlijk deze totaalafstand 100 mm. Dat geloof ik. Verder is het een reëel beeld, want hij zit aan de andere kant van de lens dan waar het voorwerp staat. En we kunnen nog zeggen de vergroting is 1, want deze is precies even groot als die. Dit was vraag 1. De volgende video gaan we verder met vraag 2.